Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Hans Graven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 35 hier in Imola. Heb je die vorige video in China gemist, zal ik die eerst even terugkijken zodat je deze dus gaat zien. Dat kan recht voor het ietsje. Klik erop, dan zal die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele reden meer van me mist. Goed, de vorige video verliep uitstekend voor ons. We hadden een hele leuke battle met Max Verstappen. Wonnen daar dus ook de wedstrijd. Pakte er 2 uit 2 met het snelste race-rondepunt. Wat betekent dat wij nog steeds de volledige score hebben gepakt als rijder. Kijken wat we kunnen gaan doen in Imola. We zijn dus aanbeland bij het raceweekend. Dan gaan we gewoon even kijken wat we kunnen gaan doen met de updates die eraan zitten te komen op de auto. Hebben ook voldoende geld over om nog wat aan de faciliteiten misschien te kunnen doen. Dus we gaan even kijken wat er allemaal mogelijk is. Eerst de kalender even op zien te vullen. En hopen dat we daar dan dus wat geld kunnen binnenkrijgen. Dat de department moraal wat wordt versterkt. Nou, heel de kalender opgevuld. Zijn dus komende zichten bij Mercedes. Dat is goed om te zien. We kunnen even kijken wat we kunnen nog gaan doen aan de faciliteiten van bijvoorbeeld de marketing. Dat is gedaan. Eén update binnengekomen van het chassis. Maar daarna kunnen we niks meer updaten. We hebben niet voldoende resourcepunten over. Er komen wel flinke updates binnen. Dat is goed om te zien. En ja, de vorige twee races dus gewonnen met de snelste race van de punt. Hopen dat we er 3 uit 3 kunnen gaan maken. Op dit moment 10 race overwinningen en spoelen de tijd gewoon even mooi door. Nou, nieuwe onderdelen zijn dus op de auto aanbeland. Hij gaat natuurlijk voor Agri. Helaas wat geld ingeleverd, maar goed, dat is geen probleem. Nou, heel veel updates op de auto gezet. Dat is goed om te zien. Nou, dat is goed. En dan vind ik het eigenlijk wel tijd om naar de kwalificatie te gaan. We kunnen nog even kijken wat we kunnen gaan doen met mogelijk nog updates die binnen zijn gekomen. Hebben we voldoende resourcepunten over? Jazeker, en we kopen er weer eentje bij van de betrouwbaarheid. Volgens mij is dat het enige wat we kunnen bestellen, helaas. Dus daar moeten we het even mee doen. Goed, geeft niks. Op naar de kwalificatie en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Zijn we aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel. Flinke bewolking op het circuit. Er komt dus 20 minuten regen aan. Daar moeten we voor oppassen. Helaas verliep die tweede bocht niet zo mooi. Hadden daar dus wat tijd verloren. En daar helaas wat te scherp ingestuurd. Krijgen een track limits waarschuwing daardoor. Maar wel paars in sector 2. Dat is goed om te zien met nog ongeveer 14 minuten op de klok. Regendruppels vallen al op de lens. En kijken waar we zo meteen staan. P2. Prima tijd, maar gaan er gewoon nog een keer.
een pushronde doen. Vanwege die regen die eraan zit te komen. Zijn we inmiddels aanbeland bij Q2. Die tijd die we net reden was helaas niet goed, dus die ronde verbrak ik. Maar goed, toch nog knap dat we door zijn naar het tweede kwalificatiedeel. DRS is weer geopend hier op dit lange rechte stuk naar de eerste bocht. Kon daar wat beter, hebben daar wat tijd verloren. Kom aan bij het einde van mijn eerste ronde in Q2. Daar net wat te wijd, dat is jammer. Uitkomen, exit, verloren wij daar bijna de auto. Dat betekent een zesde positie voor ons. Dus het kan beter en het moet beter, anders zijn wij niet door naar Q3. We stappen naar de snelste tijd, wij op dit moment naar een achtste plek en daar gaat het helaas mis. Kom aan bij het middendeel van Q2. Nog niet het einde. Nog ongeveer 7 minuten op de klok. We zijn doorverwezen naar een 15e positie. Dus het moet echt vele malen beter. En dat lukt, jazeker. Prima, eerste drie bochten zijn al gelijk 17e sneller dan mijn eigen tijd. Maak er maar een seconde van. Dat is goed om te zien. Groen in sector 1 en 2. Daar wat te wijd. Wat tijd verloren, helaas. En dan laten wij een derde tijd noteren. Prima tweede ronde in Q2. Kunnen kijken of wij nog een derde run achteraan kunnen doen. Zitten wel goed bij de delta. Dat is goed om te zien. En zijn weer 18e sneller gegaan van P3. Naar de snelste tijd. Jazeker, goed gedaan. Zijn we aanbeland bij het laatste kwalificatiedeel op dit circuit. Zon begint weer door te komen op Emilia Romagna. En kijken wat we kunnen gaan doen. Ik ben nog ongeveer 9 minuten op de klok. Kom aan bij mijn eerste ronde. En dan met de DRS laten wij een 9e tijd noteren. Dat is minder. P9 op dit moment. En we gaan dus weer naar buiten voor een laatste run in Q3. Dit moment een 10e positie. En de DRS is weer geopend. En kijken wat we kunnen gaan doen. Kunnen wij misschien naar een P8 rijden? Russell op die 8e positie. Verstappen op 7. Sainz op 6. Ik heb geen idee waar Mark Webber rijdt. Sorry. Waar Mika Hakkinen rijdt. Excuseer. Mika Hakkinen is het nu. Pole position. Pole position voor Hakkinen. Dat is goed om te zien. En hier laten wij wat tijd liggen. De vlag hangt over 20 seconden uit. En helaas wordt het geen tijdsverbetering. Laten het liggen in de laatste sector. Kunnen er nog een keer voor gaan zitten. Hopen dat deze derde run het goed doet. Maar Mika Hakkinen nog steeds op pole position voor de grote prijs. Wij duiken 2/10 onder onze eigen tijd. Vlag hangt uit in Q3 met groene sector 1 en 2. Daar wat te wijd. We verliezen daar helaas kostbare secondes op onze eigen tijd. Van P10. Naar een P10. Dat is minder. Dat betekent Lando Norris pakt pole position. Sainz 2, Verstappen 3. Mika Hakkinen op P5. En wij dus helaas op een 10e positie. Dat is minder. En is het op naar de wedstrijd. En kijken wat we dan kunnen gaan doen. Daar gaan we dan.
Welcome to the home of Ferrari, where the circuit is lined by the scarlet-clad Tifosi in the grandstands. We have a wonderful atmosphere here at Imola. A lap of Imola, anti-clockwise of course, unlike most Formula One circuits, will take our drivers round 3.1 miles of track. 19 turns, 9 right-handers and 10 left. Drivers will need to be precise at the hairpin turn 7, given the subsequent uphill section. Without a good exit from that corner, they'll lose a lot of time on that stretch. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Lando Norris will lead us away from pole position. A very happy Carlos Sainz will start second. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Russell, Hakkinen, Perez, Ocon, Leclerc, the Professor, Magnussen, Albon, Richard Vachon, Stroll, Drugovic, Bottas, Oscar Piastri, Gasly, Sargeant, Tsunoda, Hülkenberg, Joe, and Nyck de Vries rounds off the grid. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Let's discuss Red Bull. And we welcome Anthony Davidson to the commentary box once again. And we've got new aero reg changes. It's going to take some time to work these out. There are a few downcast looks within the team this weekend. I think they've been hit fairly hard by the new regs. But this is only the first step down a long road of development. And even if they don't maximise their points today, there are plenty more up for grabs this season. OK, we've got that relief of having points on the board finally. So let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. We moeten dus opnieuw een top 10 finish zien te behalen na die vorige resultaten in de vorige races. Kijken of we dat ook kunnen gaan doen vanaf die P10. Het zou wel te doen moeten zijn. Neem een extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. En gaan de strategie aanpassen dat we op de zachte band starten en doorgaan naar de medium band. Ik wil graag profiteren van de start. Kijken of we daar zoveel mogelijk posities mee gaan winnen. En dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. Hier in Italië. Vanaf mijzelf is het soft voor Magnussen en Albon. Iedereen voor ons rijdt op medium banden. Nou, wat informatie van de engineer. Maar goed, dat weten we allemaal al wel. Kijken wat Mika Hakkinen kan doen. Kijken wat wij kunnen gaan doen. Einde van de formatieronde. Hij is op P9. Volgens mij heeft iemand een grip penalty gepakt. Weet ik niet zeker wie dat is. En wij komen goed in onze gridslot terecht. Nu is het wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 35 van F1 23. My Team Career Mode. Aflevering nummer 35 dus gaat dus beginnen in Emilia Romagna. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen goed weg. Beter dan Sainz. En hebben heel veel jongens al verschalkt daar aan de buitenkant kijken bij Russell voor P5. Sorry, Ocon is dat. Excuses, Ocon. Maar dat lukt helaas net niet. Russell hebben we gepasseerd. En dat is P6. Moeten we daar even mee zien te doen. Als het zo eindigt, dan leiden we nog steeds het klassement. En daar kijken we aan de binnenkant van Esteban Ocon. Jazeker, en dat is P5. De volgende dus Mika Hakkinen, die op P4 rijdt. Gaat een aanval proberen te doen naar Max Verstappen. En hij rijdt al gelijk helemaal weg van ons. Lando Norris leidt de race en noteert dat snelste raceronde, wat ook logisch is. Wij zijn dus op een vijfde positie aanbeland. 10 punten erbij en dat is goed voor het kampioenschap. Maar dat betekent wel dat onze winstreeks ten einde gaat lopen. Dat is minder, maar goed, je kan er ook helaas niks aan doen. Ocon zit te kijken voor een tegenaanval, maar kan er niet langs op dit stuk. Maken dan een klein foutje, wat kan Ocon hier aan de binnenkant? Niet zoveel. Zit er wel, maar ja, kon die aanval net niet afmaken. En dat is
ja, voordelig voor ons. Minder voordelig is het gat naar Hakkinen. Middels 1,7 seconden. Ocon en Russell hebben het er met elkaar aan de stok. Zitten in ronde nummer 4 van de race. Als diezelfde Ocon het probeert aan de binnenkant, is hij langs. Maar wij houden de buitenste lijn. En zo pakken wij P5 weer terug. Gat naar Hakkinen is inmiddels 4,6 seconden. Wordt alsmaar groter en groter. Ocon en Russell nu samen in gevecht voor P6. En daar gaan er een beetje wijd. Ronde nummer 6, daar zit Ocon weer aan die binnenkant te kijken, maar dat lukt niet. Russell pakt Ocon via de buitenkant. Het gat naar Hakkinen is inmiddels 6,3 seconden. Sorry, 8,5 seconden. Excuses, 8,5 seconden naar Hakkinen. En daar zit Russell aan de binnenkant, maar is er nog niet voorbij. Wij winnen die tractierace dankzij die zachte band. Probeert het wel via de buitenkant, lukt ook niet. Hier aan de binnenkant proberen, maar Russell weet beter. En gooit zijn auto er niet naast. Slim van hem. Zit in ronde nummer 7 van de race. Als daar Russell aan de binnenkant zit, heeft ons geraakt. Wij kunnen terugkomen in de slipstream van de Brit. En pakken hem daar weer terug. Proberen het tenminste, maar Russell positioneert zijn auto heel goed. Hier aan die binnenkant kijken bij de Mercedes-coureur. En jazeker, duwen hem daar een beetje wijd. En zo kan Ocon zometeen weer terug aanvallen bij hem. Door dat gevecht met Russell is het gat naar Hakkinen inmiddels opgelopen tot 12,6 seconden. Zitten we in ronde nummer 8 van de race. Als Russell daar via de buitenkant ons is gepasseerd. Ocon kan meekijken en wij remmen hier het gat naar Russell dicht. Via die binnenkant. Goed en naast gezet, beetje op het gras. Touché met Russell. Ocon hier aan die binnenkant. Perez zit te kijken bij Russell en is er voorbij. Het gat naar Hakkinen daardoor opgelopen tot 16 seconden. Ocon hier aan de buitenkant kan er niet voorbij. Dus wij worden niet vierde, maar moeten gewoon die P5 gaan verdedigen. En Perez hier aan de buitenkant is er ook nog niet voorbij. Wielen haken naar in elkaar en hij zakt ver terug. Tot achter de beide Mercedesen. Ronde nummer 9, begin ronde nummer 10 duik ik naar binnen voor mijn laatste pitstop van de dag. Ga naar de mediumband. Piastri duikt met ons mee. Okay, 2,3 is de pitstop. We komen terug op een 21ste positie op die mediumband. Geeft niks. De rest van ons moet nog allemaal naar binnen. De jongens voor ons moeten dus nog allemaal naar binnen. En wij moeten nu een hele goede outlap hebben om Russell en Ocon allemaal te undercutten. En als je kijkt op de minimap is het gat naar Hakkinen en Russell extreem groot. Dus de jongens komen mooi voor ons weer de baan op. Kijken wat deze outlap ronde ons brengt. Dit in ronde nummer 21 als de undercut heeft geslaagd. Terug op een vijfde positie. Piastri is met ons meegegaan en rijdt op P6. En zit er dicht achter. Kijk naar de binnenkant. Is er nog niet voorbij. En Norris zit alweer in de laatste raceronde van de race. Hetzelfde geldt voor Verstappen, Hakkinen en Sainz. Hopen dat Mika zijn eerste podium nu wel in handen kan krijgen. En als het zo eindigt, dan behouden wij het kampioenschap. Pakken we 10 punten erbij.
dan is de winstreeks helaas verbroken. Maar goed, dat geeft niks. Oh, een probleem. Een probleem met de motor. De MGUK heeft een hele grote issue. 99%. Er komt flinke rook uit de motor. We zitten in de laatste ronde van de race. Stroll valt Piastri aan voor P6. En een flinke rookpluim achter de auto van ons. Kijken of we dit nog kunnen volhouden. Maar deze MGUK is wel afgeschreven. We moeten dit onderdeel dus gaan vervangen. Krijgen er gelukkig geen straf voor. En dan zien wij het zwart-wit geblokte. Lando Norris wint de wedstrijd. Pakt zijn allereerste overwinning in zijn carrière voor MyTeam Keremoot. Wij zijn verslagen. De winstrace is doorbroken. Maar toch nog goed gedaan. Prima resultaat. En is het op naar de volgende wedstrijd. Brilliant stuff from McLaren today. What a superb victory. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. Our winning drivers are on their way to the podium right now. It's been a fantastic race for McLaren, that's for sure. And no doubt, they'll be celebrating tonight. Maar goed, hier ben ik dus de uitslag van de wedstrijd. Lando Norris wint de grote prijs van Italië. Verstappen op P2. Hakkinen pakt zijn podium. Goed gedaan. Sainz 4. En wij dus op P5. Stroll 6. Piastri 7. Russell 8. Gasly 9. En het is volgens mij Ocon op P10. 11 punten verschil. Wij behouden nog steeds de leiding in het klassement. En 6 punten verschil naar Red Bull. Dus eigenlijk... ja, is er niet zoveel veranderd. Maar goed, toch nog goed gedaan. Dankzij, ja, toch nog die ploffende MGUK. Dus mogen van geluk spreken dat we die race toch nog hebben uitgereken en belangrijke punten hebben behaald. Rivaal breakdown met mezelf en Verstappen. 17 tegenover 15 met nog 4 rondes te gaan. Het team acclaim. Wij zijn level 19. Hakkinen is level 14. En het team zelf is level 23. Doet... ja, doen we goed. Ik wou eigenlijk zeggen, doet hij goed. Hakkinen dus. Van alle doelende sponsoren behaald $1,4 miljoen erbij. Dat is goed om te zien. En geen schade gereden. $125.000 dus erbij. In totaal op de bank $16,7 miljoen. Dat is goed om te zien. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook... waarom jij niet leuk vond, ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal. Abonneer voor meer wekelijkse MyTeam Keremoot content elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan als je geen enkele race meer mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam is dan in de beschrijving. Dit was het gênant mensen. Tot volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gewoon met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.